Ja mensen toch, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Find the Creator. En we zien het eigenlijk nu in het nieuws ontvouwen. Ze hebben het over een totaal verbod voor het afsteken van vuurwerk. Nou, kijk, al jaren zijn ze aan het lobbyen om eigenlijk het afsteken van vuurwerk te gaan verbieden. We zijn eigenlijk een van de weinige landen waar je gewoon geselecteerd vuurwerk gewoon kan gaan afschieten zelf. Heel veel landen in Europa doen het al niet meer. Maar ik moet toch wel eerlijk zeggen dat ik het toch wel een klein beetje heel erg ga missen. Dit wordt toch wel een zware pil om te slikken. Want ik ben gewend om vuurwerk te zien wat wordt afgestoken. Ja, ik ben er ook niet blij mee wanneer mensen in het ziekenhuis terechtkomen met kapotte vingers en ogen die er niet meer zijn. Maar het hoort wel een klein beetje bij met hoe wij ons altijd nieuw gewend zijn te vieren. Maar ja, ik moet ook eerlijk zijn, te midden van deze coronacrisis weet ik ook hoe mijn omgeving, bij wijze van spreken, zich zal gedragen tijdens oud en nieuw. En als we überhaupt kijken naar die hele feestperiode, ja man, laten we hopen dat we goed uit december komen en goed januari kunnen starten. Want dat is eigenlijk de reden waarom ik zeg, weet je wat, soms doet het pijn, soms doet groeien pijn. Maar laten we onszelf de kans geven om januari 2021 beter gepositioneerd te kunnen starten oprecht. En daarvan zeg ik, weet je wat, dat geen vuurwerk afsteken, dat totaalverbod, is niet eens een heel zo raar idee. Ik ben het niet mee eens hoor, maar kijk, die ondernemers die al jaren in die business zitten, gaat heel veel kapot. Maar groei doet soms heel erg veel pijn. Beslissingen nemen voor het om het groter belang te kunnen beschermen en volksgezondheid te kunnen beschermen, dat is waar de overheid mee is belast. En dan moeten ze bepaalde beslissingen nemen die gewoon ondernemers raakt. Hoe jij en ik gewend waren ons de ding te doen raakt. En dat komt even binnen. Dus ja, ik vind het jammer dat het totaalverbod er komt. Maar ik snap dat het er moet komen. En ik vind het een heel verstandig besluit van Nederland om op deze manier dan wel weer te gaan schakelen. Je ziet toch dat ze langzaam hun verstand weer aan het hervinden zijn. En proactief gewoon ja, een structuur aanhouden, een richting uit te zetten en je daar gewoon aan houden. En dan kan het volk, en weet het volk ook waar ze zich op moeten focussen. Dus jammer, maar we moeten groeien. Dit is even een korte boodschap over de aankomende plannen om een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk in te voeren. Bedankt voor het kijken van de Creator. Vind je mijn content leuk? Like en subscribe met het belletje aan en dan zie je al mijn toekomstige video's. Goodbye, zie je bij de volgende aflevering.